Van Hazebroek niet tevreden met kalender, wat ik vreesde is werkelijkheid geworden, door Johan Walkiers 14 maart 2018 5:30 foto, copyright foto. Nieuws Anderlecht begint op 7 april thuis tegen Agent in play-off 1. Geen probleem voor Hein van Hazebroek, wat hem meer stoort zijn de midweek matchen, voor mij is de volgorde van de wedstrijden geen item, reageerde hij bij RSCA TV. Er zijn 5 tegenstanders we eens thuis en uit moeten confronteren. Het maakt dus niet uit tegen welke club je begint en of het uit of thuis is, maar hij ziet wel een heikel punt. Het eerste wat ik bekijk in zo'n kalender zijn de matchen in het midden van de week gepland staan. De tweede midweekmatch is voor iedereen hetzelfde, maar voor de eerste zijn er verschillende data en dan kijk je hoeveel dagen rust je daarna hebt. Dat is het belangrijkste in zo'n kalender, wat ik vreesde, is realiteit geworden. We spelen 3 matchen in 10 dagen, we zijn de enige ploeg dat moet doen, dat is altijd een bijkomende belasting, en een verplaatsing naar Standard op woensdag. Eerst naar Standard en in het weekend naar Genk. Dat is dus minder positief voor ons, 46 reacties.